Ja, ik heb een plan met een Marokkaanse moslimsmeisje te trouwen. Hoop ik, inshallah. Ja, kinderen zie ik al voor me. Zo'n klein talbietje natuurlijk, ja. Groot worden, ook een voetballetje, maar misschien wordt hij nog topspeler. Ja, ik ga trouwen. Ik wil het liefst trouwen met de meisjes uit Marokko. De meisjes van tegenwoordig in Nederland, ja. Ze kunnen van alles doen, ja. Tegenwoordig zie ik elke Marokkaanse meisje bijna al roken. Ik ga sowieso al liefst Marokkaanse meisjes om. Ja, gewoon respect. Hoe zou jij het vinden als mijn zusje met een jongen zou lopen? Dat vind ik ja, niet zo goed. Dus ja, ik wil Marokkaanse meisjes in Nederland. Ja, ik heb twijfels over. Heel veel zelfs. Het gaat, ja, dus, ja. Dat zijn geen moslimmeisjes meer. Ja, die hebben ze natuurlijk wel, maar weinig. Heel weinig, want misschien drie van de 10 rook nou. Dat weet ik bijna zeker. Ik zie heel veel Marokkaanse meisjes die roken. Ook kenden, maar ja. Dat laat ik aan hun lot over. Dus ja, ik vind dat ze dat niet moeten doen. Er zijn moslimsmeisjes die als ze respect willen krijgen, kunnen ze die ook krijgen. Maar ja, zo krijgen ze nooit respect. Ze worden ook meestal uitgelachen door een ander. Ja, dat is terecht. Je gaat, Marokkaanse meisje hoort niet te roken en ja, die domme dingen doen, weet je. Dat hoort niet bij hun. Maar ja, dat doen ze wel. Ja, dat scheelt dus. Ja, sommigen denken dat ja, ze worden buiten gehouden, Marokkaanse meisjes. Ze hebben evenveel rechten natuurlijk, maar ja, dat hoort gewoon niet. Marokkaanse meisjes worden natuurlijk goed behandeld, maar ja, waarom moeten ze gaan roken, al die slechte dingen gaan doen? Dat vind ik nergens op scenario. Ze willen allemaal met een normale meisje trouwen natuurlijk, later. Maar ja, als die meisjes de verkeerde kant gaan, dan willen ze meestal niet met zo'n meisje trouwen. Dat je wel echt voor de toekomst denken. Dat is bij iedereen zo.